Ik ga nog even de vraag lezen op het hoofdstuk De Terugkeer dat ik heb geworpen. Zullen aliens zich bekendmaken? Is er een spiritueel ontwaken in de eerste 40 jaar? En hoe spelen de Zionisten hier een rol in? De Terugkeer. Het keerpunt. De tijd van het keerpunt blijkt uit het feit dat, nadat de donkere lijnen al de lichten naar boven toe uitgedreven hebben, nu weer een lichte lijn van beneden af getekend binnentreedt. De tijd van de duisternis is voorbij. De zonnewende brengt de overwinning van het licht. Het teken hoort bij de 11e maand, de maand van de winterzonnewende, november-december. Het oordeel, de terugkeer, welslagen, feilloos uitgaan en ingaan. Vrienden komen zonder blaam. Her en der gaat de weg. Op de 7e dag komt de terugkeer. Het is bevorderlijk een plaats te hebben, waar men heen kan gaan. Ja. Na een tijd van verval komt het keerpunt. Het sterke licht, dat voorheen was verjaagd, keert terug. Er is een beweging. Deze beweging is echter niet geforceerd. Het bovenste teken, Koen, geeft als karakter de overgave. Er is dus een natuurlijke beweging die vanzelf ontstaat. Daarom gaat de omvorming van het oude ook heel gemakkelijk. Oude dingen worden afgeschaft, nieuwe dingen worden ingevoerd. Beide maatregelen zijn in overeenstemming met de tijd en hebben daardoor geen schadelijke gevolgen. Er worden verenigingen van gelijkgezinden gevormd, maar deze aaneensluiting voltrekt zich volkomen openlijk. De tijd ervoor is gunstig, daarom is er geen sprake van zelfzuchtig particularisme en worden er geen fouten gemaakt. De terugkeer ligt in de loop van de natuur. De beweging is kringvormig, de weg is in zichzelf besloten, daarom behoeft men niets kunstmatig te overhaasten. Alles komt vanzelf, al als het de tijd ervoor is. Dan is de zin van hemel en aarde. Dat is de zin van hemel en aarde. Alle bewegingen voltrekken zich in 6 etappes. De 7e etappe brengt dan de terugkeer. Zo komt in de 7e maand na de zomerzonnewende, waarna het jaar bergafwaarts gaat, de winterzonnewende. Evenzo komt in de 7e dubbele uur na de zonsondergang de zonsopgang. Daarom is de 7 het getal van het jonge licht, die ontstaat door de 6, het getal van de grote duisternis, met 1 vermeerderd wordt. Daarmee komt er beweging in de stilstand. Het beeld. De donder binnen in de aarde, het beeld van het keerpunt. Zo sloten de oude koningen de passen, ten tijde van de zonnewende. Handelaren en vreemdelingen reisden niet, en de heersers of de heerser bereisde niet de provincies. De winterzonnewende werd in China van oudsher gevierd als de rusttijd van het jaar, een gebruik dat nog altijd bewaard is gebleven in de nieuwjaarsrustdag. In de winter is de levenskracht, gesymboliseerd door het opwindende, de donder, nog onder de aarde. De beweging is nog maar in het allereerste begin. Daarom moet men haar door rust versterken, opdat ze niet verloopt door voortijdig verbruik. Dit principe dat men de weer opkomende kracht door rust versterkt, geldt voor alle soortgelijke situaties. De terugkeer van de gezondheid na een ziekte, een terugkerend wederzijds begrip na een vervreemding. Alles moet in het eerste begin met tederheid behandeld en ontzien worden, opdat de terugkeer bloesem draagt. De afzonderlijke lijnen, en allemaal 6, maar geen 9 in het begin. Een 6 op de 2e plaats betekent rustige terugkeer heil. Voor de ommekeer is altijd een besluit nodig. Het is een daad van zelfoverwinning. Dit wordt vergemakkelijkt wanneer men in goed gezelschap is. Als men het over zich kan verkrijgen, zijn trots opzij te zetten en het voorbeeld van goede mensen te volgen, brengt dat heil. 6 op een 3e plaats betekent veelvuldige terugkeer, gevaar, geen blaam.
Er zijn mensen van een zekere innerlijke onbestendigheid. Voor hen is aanhoudend een ommekeer van de wilsrichting noodzakelijk. In dit voortdurend zich afkeren van het goede doordat men toegeeft aan onbeheerste verlangens en het er zich weer en geen wenden doordat men een beter besluit neemt, ligt in gevaar. Maar aangezien op deze manier het boze althans niet tot een vaste gewoonte wordt, is het toch niet uitgesloten dat de algemene tendens erop gericht zal zijn deze fout af te leggen. Een 6 op de 4e plaats betekent: te midden der anderen wandelend, keert men alleen terug. Men bevindt zich in een gezelschap van onbeduidende mensen, maar men heeft innerlijk contact met een sterke en goede vriend. Dientengevolge keert men allen om, ofschoon er is geen sprake is van loon of straf. Is deze terugkeer zeer gunstig, want zulk een besluit ten goede wordt uiteraard beloond. 6 op een 5e plaats betekent: grootmoedige terugkeer, geen berouw. Als de tijd voor de ommekeer gekomen is, mag men zich niet achter kleingeestige uitvluchten verschuilen, maar moet men zichzelf ten rade gaan en onderzoeken hoe het er van binnen uitziet. Heeft men iets verkeerd gedaan, dan moet men een grootmoedig besluit nemen en zijn fouten afleggen. Dit is een weg die niemand zal berouwen. En bovenaan een 6 betekent: gemiste terugkeer, onheil, ongeluk van buiten en van binnen. Als men zo legers laat oprukken, zal men tenslotte een grote nederlaag leiden, wat voor de heer van het land rampspoedig is. 10 jaar lang is men niet meer tot een aanval in staat. Als men de juiste tijd voor de ommekeer verzuimt, komt men in het ongeluk. Het ongeluk heeft zijn innerlijke oorzaak in de verkeerde houding tegenover de wereldstructuur. Het ongeluk dat van buitenaf tot ons komt, is het gevolg van de verkeerde instelling. Wat hier geschilderd wordt, is de verstoktheid en de straf die daarop volgt. Als je de video herhaalt, kom je van alles meer te weten telkens je het herhaalt. Dus ga ik het hierbij laten. Ik heb al een eerste indruk. Even laten inzinken. De laatste 6, of de bovenaan de 6, zegt veel.